Eigenlijk heeft collega al aangegeven, dat zal ik niet doen, kwestie wateroverlast. Maar een nijpend situatie voor de bewoners van Resort Amarillo, voorzitter, is de begraafplaats. Over overval, er is al een nieuwe begraafplaats. Ik heb het al een aantal keren via u naar de minister om. Maar helaas, er is steeds nog geen beweging. Waar moeten we naartoe, voorzitter? En voorzitter, ik had via u de minister van GGB gevraagd, de bewoners van Ellen en het ziekenhuis daar is in rep en roer, want ze zien een bord staan dat het hele mangrove daar te koop staat. De minister had hard hier gezegd, het wordt niet uitgegeven. Voorzitter, kan de minister daarover een onderzoek instellen? Anders krijgen we alle bewoners van Ellen en het ziekenhuis daar hier bij u, en ik denk niet dat dat verstandig is. Laat de minister via u, voorzitter, een onderzoek plegen. Dank u.